Vandaag is het Donald Duck Dag. Ja, die eend die alweer 70 jaar bestaat, tenminste in Nederland, volgens mij, Donald Duck, het weekblad, bestaat 70 jaar dit jaar. Mijn zoontje, die is helemaal verzot op die Donald Duck. Die staat eigenlijk al een dag van tevoren al te springen van wanneer komt die. En ja, die leest die Donald Duckjes echt gewoon stuk. Laten we eens kijken of we iets met Donald Duck kunnen tekenen. Doe je mee? Ja, Donald Duck. Ja, we gaan hem gewoon tekenen. Ik vind het 70 jaar bestaat hij. Gefeliciteerd Donald Duck. Ik vind dan moeten we je ook even tekenen. En ik ben natuurlijk geen Disney tekenaar. Dus ik ga een poging doen Donald Duck te tekenen door mensen. Want zo. Ik kan wel zien dat ik inderdaad niet echt goed ben in Donald Duck tekenen. Daarom werk ik waarschijnlijk ook niet bij Disney. Ja, we doen een aardige poging. Roze pet natuurlijk nog op. Nou, ja, is het Donald Duck? Hij lijkt er wel een beetje op, maar... Nee, het is hem niet. Zijn ogen staan te dicht tegen elkaar, heb ik het idee. Donald Duck. Nou ja, hij bestaat in ieder geval 70 jaar. Het weekblad Donald Duck in Nederland. En zoals ik al zei, mijn zoontje is helemaal gek van. Maar laat ik het maar bij andere tekeningen houden. Het was een leuke poging Donald Duck te tekenen. Maar dat moet ik echt aan, dat moeten we echt aan andere professionals overlaten. Die daar veel beter in zijn. Probeer zelf nog wat stripfiguren na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!